Hallo, daar zijn we weer. Ja, lang geleden. Met z'n tweeën. Heftig, heftig. Gezellig. Ja. Ja, wij vonden het leuk. Dat is nu nog gezellig, ja. Ja, oh, we hebben de ramen voor openstaan. Er lopen mensen langs. Ik weet het anders nooit. wij dachten, het is wel leuk om samen weer eens een aantal video's op te nemen. We gaan geen frequentie beloven, want dat weten we nooit hoe het loopt. Nee. Maar we gaan samen video's opnemen. Als jullie verzoekjes hebben, laat hieronder achter. Ik weet sowieso, je hoeft de proefvideo niet te verzoeken, want die komt er sowieso wel. Want ik weet dat jullie dat allemaal willen, dus we gaan ook alweer een keer een proefvideo opnemen. Maar we vinden het ook heel leuk om wat meer serieuze video's op te nemen. Omdat wij het fijn vinden om heel open te zijn over bepaalde onderwerpen. En we dat soms een beetje missen in de wereld. Ja, gedeelde smart is... Is halve smart. Dat ja. Ja. Ja, we vullen elkaar aan. We vullen elkaar mooi aan. Ja, dus ja, met verschillende onderwerpen dachten we. Dus nu ouderschap, misschien de andere fitness of sport. Of, nou ja, noem maar op. Ja, dus als je verzoekjes hebt over onderwerpen, laat hieronder achter. Het kunnen ook kleine onderwerpen zijn dat we mixen. Ja. Ja, laat maar shoot wat jij leuk vindt om te zien. Maar vandaag gaat het dus over ouderschap. Ik heb op Instagram gevraagd, hebben jullie vragen over ons ouderschap? En die waren er een heleboel. Ik heb de meest gestelde, hebben we samen eruit gezocht. Heb jij nog niet af en toe dat je in de spiegel kijkt en denk je, jeetje mina, ik ben inderdaad ouder? Ja, soms wel, maar ik vind het wel lekker ook om ouder te zijn. Of, nee, maar bedoel ik bedoel je, dat je ouder bent. Dat je kinderen hebt. Ja. Ja, maar dat zeggen wij toch ook heel vaak tegen elkaar. Denk, ja, dit kan eigenlijk niet goed. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is ook zo. Maar meer dat ik denk, we hebben gewoon twee kinderen. Ik heb het vaak als we in de auto zitten, dan heb je ineens een gevulde auto. Ja. En weet je, als kind had je altijd het idee van, ja, mijn ouders die weten alles. Weet je, die zijn een soort van alwetende, volwassen, verstandige mensen. En zelf voel je je gewoon maar... Kind. Kind, ja. En dan heb je ineens zelf twee kinderen. Ja. Ja, heel af en toe inderdaad denk ik nog steeds van, wow, we hebben gewoon twee kinderen. Maar goed, jullie hadden heel veel vragen. Dus we gaan er een aantal behandelen. Ja. De eerste is, liggen jullie op één lijn? Qua opvoeding en zo nee, waar zijn de verschillen? Ik denk voor 95% liggen we wel op één lijn. In de grote lijnen, nou ik denk niet voor 95%, maar we accepteren heel veel van elkaars anders denken. Waarin denk jij dat we het meest verschillen? Voeding. Voeding sowieso, ja. Wil je daar wat over vertellen? Nou, ik ben wat makkelijker en jij wat voedzamer. Ja, het kan geen verrassing zijn, denk ik, dat ik het heel belangrijk vind dat de meisjes gewoon voornamelijk voedzame producten binnenkrijgen. En daarnaast mogen ze echt genieten van lekkers. Maar voedzame heeft bij mij iedere dag echt de overhand. En bij Sven niet altijd. Het heeft niet de overhand, het is 50-50. Oké. Denk ik. Ja, ze eten altijd wel een brood, ze eten altijd wel iets voedzaams. Het is niet dat ik ze alleen maar voldouw met zooi. Zie je, zo liggen wij niet op één lijn. Maar nee, dat klopt, ik ben daar wel veel makkelijker in. Ja, en hoe doen wij dat? Hoe gaan we daarmee om? Nou, jij accepteert het. Ja, ik accepteer gewoon dat... En soms spreek je me erop aan. En dan accepteer ik dat ook. Nou, ik spreek je er niet zozeer op aan, maar ik probeer dan wel open te gooien van, joh, ik zie dit en dat... ik denk er zo en zo over, hoe zie jij dat? En dan, bijvoorbeeld laatst, had ik het idee van, joh, het loopt... Subtiele manier van aanspreken. Nou ja, dat probeer ik wel. Want ik ben gewoon heel erg van mening van, joh, jij doet het zo, ik doe het zo. Het een is niet per se beter dan het andere. Weet je, ik wil niet denken dat mijn manier de manier is die ik iedereen wil opleggen of zo. Dus ik bespreek het dan. Dat gevoel heb ik ook helemaal niet. Gelukkig. Dat is ook niet mijn bedoeling. Maar zo probeer ik het dus open over te gooien, zodat we erover kunnen praten. Maar het zal altijd wel zo zijn dat ze bij jou meer lekkers eten dan bij mij. Ja, maar dat doe ik zelf ook. Ja, en dat accepteer ik dus. En ik denk ook... Ja, ik vind dat echt een van de allerbelangrijkste dingen in het ouderschap. Dat zij het idee hebben dat wij op één lijn liggen. Dat wij echt een front zijn waar we er niet... Ja. Maar als we met z'n tweeën zijn en bijvoorbeeld Olivia mag iets lekkers, dan vraag ik wel altijd of jij dat even tegen me zegt.
Ja, dat zeg jij altijd inderdaad. Ja, want anders lijkt het als elke keer alsof het van mijn kant uitkomt. Ja. En het moet niet zo zijn dat zij het idee heeft, oh, van papa mag ik wel lekker zijn, van mama niet. Nee. Dus dat probeer ik wel. Maar tegelijkertijd vind ik het ook niet erg dat het bij papa dan anders is dan bij mama. Er zijn wel meer dingen anders bij jou dan bij mij. Ja, ik ben wat harder. Ja, dat denk ik ook, dat het een verschil is in onze opvoeding. Dat jij Ik ben iets... er op een gegeven moment klaar mee. Ja, en ik ook, maar mijn grens ligt wat verder, denk ik. Ja, mijn grens is gewoon wat duidelijker. Ja, je bent gewoon inderdaad wat duidelijker, wat harder in de opvoeding. Moet wel heel ver gaan, hoor. Ik ben ook heel tolerant daarvan, maar op een gegeven moment is het wel echt klaar. Ja, ik denk dat we het beide wel heel belangrijk vinden om gewoon te communiceren op een normaal level. Ik zie het echt, en ik ben echt niet heilig, hè. Ik schiet ook echt wel eens uit mijn slof. Ik word echt regelmatig wel boos, maar in de ideale wereld... Yo, we gaan het zo overslapen hebben, lieverd. Jeetje, Mina, ja. Maar ik zie het als zwaktebod van mezelf als ik echt boos moet worden in de zin van mijn stem moet verheffen. Dan denk ik van, joh, als ik het goed doe, dan... Doet het me niet zoveel dat ik mijn stem hoef te verheffen, dan kunnen we het ook gewoon op een normale toon bespreken. En als ik wel mijn stem moet verheffen, dan ja, triggeren ze dus iets bij mij waar ik aan te werken heb. Maar nogmaals, ik word echt wel eens boos. Het is echt niet ideaal. Ja. Maar dat is wel, ik denk dat, dat je ook boos kan worden op een duidelijke manier. Gewoon echt duidelijk kan zeggen van nee, weet je, dat ga je niet doen. Waarom lach je? Ja. Nou, voor mijn gevoel ben ik dus ook duidelijk, alleen dat komt wat harder over. Ja, maar ik denk dat het ook het verschil is dat jouw stem al zwaarder is, je bent al groter. Ja. Dus dat komt ook gelijk anders over dan dat ik dat doe. Dat daar ook een verschil zit. Ja. Ja, maar... Maar ik denk inderdaad, daar zit al een klein verschil. Ja. Maar dat accepteren we denk ik ook gewoon van elkaar. Ja. Ja, en verder zijn er denk ik... Ja, jij bent wat coulanter met schermtijd ook dan ik. Ja, dat is ook meer zelfbescherming. Ik vind het gewoon lekker, want dan denk ik even gewoon, ook is zij zo en dat, ben ik zo en dat, en dan kan ik de dag weer aan. Ja. Kijk, jij kan gewoon ineens doorgaan met kleuren en tekenen en dingen. Ik heb gewoon even mijn momentje nodig dat ik ook even rust heb. Ja. Ja, je hebt dat meer dan ik. Ja. Ja. Dus daar gebruik ik die scherm voor, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Nou, en dat accepteren we ook. Ja. Ja. Nou, jij accepteert best veel. Ik heb gewoon... Ja, maar jij accepteert ook dat... Kijk, jij kan mij ook verwijten van... Ja, bij jou mogen ze dat niet. Dus dan lijk ik de boeman of zo. Of, ja, precies. Weet je, dat je, maar dus ja, we accepteren gewoon elkaar. Ja. Nou. Dus ja, nee, ik denk dat er wel wat verschillen zijn. Maar ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Ja. En dus naar de meiden toe hoop ik dat zij die verschillen... Of dat zij oneenigheid tussen ons... Weet je, er zit dat geen frictie in. Nee, en als ik er al iets van vind, dan zou ik dat niet zo snel zeggen waar zij bij zijn. Dan zeg ik dat achteraf, van joh, hoe is dat nou, of zoiets. Ach, hoe voelt het om compleet te zijn, om niet meer na te hoeven denken over kinderwens? Hoe voelt dat voor jou? Nou ja, tuurlijk geeft het heel veel rust. Ja, want dat was wel echt een ding in onze relatie. Begon al voordat we de eerste kregen, was het al, ik wist dat ik echt niet of ik kinderen wilde. Eigenlijk wist ik heel erg zeker dat ik geen kinderen wilde. Dat is pas heel laat gekomen bij mij. En nou, Marloes was al heel snel zeker van het feit dat ze wel kinderen wilde. Nou ja, dan is het nou, vraag. Heel snel. Ik was 33 of zo. Ja, oké, maar veel sneller dan ik. Ja. En dan is de vraag, ja, wanneer wil je kinderen? Dus dan heb je daar heel vaak over. Nou, Marloes werd daar ook best wel geëmotioneerd over af en toe. Omdat ja, ze natuurlijk gewoon voelde dat ze ouder werd en daar een ding van vond. Dus dan krijg je een kind, nou, ben je helemaal blij. Dat duurt al een half jaar en dan begint dezelfde... Nee, dat duurt echt een jaar. Ja, een jaar. Nou, nee, want ja. We hebben na een jaar hebben we het pas echt begonnen. Dus we zijn ervoor al bezig geweest met praten. Misschien wel, ja. We hebben echt lang gedebatteerd of een tweede willen. Want ik wilde ook weer... Ik van mij had geen tweede gehoeven destijds. Omdat ik het best wel taai vond allemaal. Met de omstandigheden die we toen hadden. Buiten Olivia ook om nog. Ja, we hadden veel privé zorgen. Ja. Ja.
Dus daar hebben we ook weer best wel hele heftige oneenigheid over gehad een paar keer. Ja, ik zie het meer als dat we erover gepraat hebben. Ja, maar jij ziet sowieso alles in roze kleur, maneschijn in die periode. Dus dat is echt niet wat toerekeningsvatbaar. Ik weet nog wel dat ik een heel stuk vanaf Leek hierheen heb gewandeld zonder met je te praten. Maar ik ben nou, wat dat er gaat, ik weet niet waarom mijn hoofd dat soort dingen onthoudt. Maar ja. Ik weet precies nog waar we liepen wanneer het fout ging. Oké. Dus dat vond ik ook wel heftig. Want ja, je wordt soort van in tweeën getrokken. Twee keer achter elkaar. Dus ja, voor mij, ik vind het heel fijn. Ja, ik vind het ook heel fijn. Maar meer ook omdat je... Ja, het is echt een intense periode. Ten eerste inderdaad, zijn we vruchtbaar? Kunnen we kinderen krijgen? Inderdaad, ik zat daarvoor al met het hele thema van... joh, ik ben boven de 30 en ik weet nog helemaal niet of ik kinderen wil. Ik voelde echt heel erg die druk. Eerst kregen we toen een miskraam. Weet je, dan heb je die zorgen daarom. Later nog een miskraam. En ja, het is gewoon echt een heftige tijd om het inderdaad... Het is een lange tijd. Ik had het laatst al met iemand over. Theoretisch gezien, als je kijkt hoe lang bijvoorbeeld jij niet alcohol drinkt... Ja. Dat is al bijna 5 jaar. Ja, jaar? Nee, nagenoeg geen alcohol. Weet ja, je, af precies. En toe als ik dan ongesteld werd, dan dronk ik wel eens een glas. Maar dan was je er dus... Je bent er al 4 jaar bewust van. Ja, langer denk ik. Ja, vijf jaar. Ben je er dus bewust van het feit dat je geen alcohol drinkt vanwege een zwangerschap. Dus dat is gewoon 5 jaar van je leven, wat eigenlijk je hoofd dus altijd met dit bezig is. Ja. Ja, want het is wel, ik denk zeker voor mij, ik denk dat het voor jou nog iets minder is, maar voor mij was het echt een thema wat dagelijks zo niet elk uur door mijn hoofd spookte. Ja. En nu geeft dat gewoon heel veel rust en ook... dat merkte ik in de sportschool. Ik was gisteren voor het eerst sinds tijden weer naar de sportschool geweest. Toen merkte ik van, joh, ik heb nu echt het gevoel, ik kan weer gaan bouwen aan mijn lijf. Weet ja, je? Dat snap ik bij jou, snap ik dat heel goed. Want wat ik al zeg, ja, je bent gewoon, heel veel mensen zeggen, ja, je bent, wat is het, 9 maanden zwanger? Nou, voor mijn gevoel ben je dus gewoon 5,5, 6 jaar bezig met zwanger zijn. Ja, of in met ons borstvoeding, geval, dat komt natuurlijk ook door de miskramen en zo. Ja, maar en met borstvoeding en met noem maar op. Ja. Dat is heftig. Ja, zeker. En nu dan met borstvoeding, maar ook met ontzwangeren. Want ik heb de vragen niet eens ingezet, omdat ik het zo vanzelfsprekend vind. Maar iemand vroeg ook, ben je weer helemaal in shape na je bevalling? Nou, dat is gewoon onmogelijk. En ik denk ook niet wenselijk. Juliette is nog geen 7 maanden, dus... Nee, ik ben verreweg van hetzelfde van voor de zwangerschap. En dat zou ik ook helemaal niet willen en niet eisen van mijn lijf. Dus ja, het is gewoon echt een aanslag op je lijf. En ik heb nu wel het idee van, joh, ik word gewoon nooit meer zwanger. En na Olivia had ik nog wel het idee van, ja, misschien willen we nog een tweede. Dus ik ga nu wel sporten, maar ja, ik hou wel een beetje een slag om de arm. En ja. Ja. Dus ja, het geeft heel veel rust. Ja. Dat we echt het gevoel hebben... Ja, een lang antwoord. Ja. Maar het geeft heel veel rust. En ja, het lijkt me echt... Och, ik kan er alleen maar heel veel respect voor mensen die er gewoon nog langer in zitten. Ja, of 6 nemen. Ja, maar dat is je keuze. Maar ook, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die heel graag een kind willen of een tweede willen of een derde willen, maar die het niet gegund is of bij wie het nog veel langer duurt. En ja, heftig. Dat lijkt me heel heftig. Ja. Mentaal ook, denk ik, heel erg. Ja, zeker. Zeker. Ja. Hoe houden jullie... Nee, waarom kiezen we ervoor om apart te slapen? Oh ja, waarom kiezen we ervoor om apart te slapen? En vind je dat niet jammer? Vind je dat niet jammer? Ja, dat vinden we heel jammer. Ja. Maar we kiezen ervoor omdat beide van onze kinderen geen goede slapers zijn. En wij kiezen voor deze manier. Ik zie het ook wel als een bewuste keuze, want... Ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld... En no judgment, wij doen het zo. En ik zeg helemaal niet dat dat beter is dan een andere manier. Maar er zijn ook mensen die ervoor kiezen om hun kind te laten huilen. En ik heb heel veel mensen gehoord die gewoon zeggen van... joh, laat ze 1 nacht huilen en dan is het voorbij. Of dan doen ze het niet meer. Ja, wij kiezen ervoor om dat niet te doen. Wij kiezen ervoor om naar de behoeftes van onze kinderen te luisteren. En Olivia die is nooit een goede slaper geweest. Ja, met een paar fases op een paar fases na. Maar die waren heel kort. Dus Olivia slaapt heel vaak bij Sven in bed.
En dan begint ze wel in haar eigen bed. Maar dan ja, is ze zo verdrietig dat jij erop haalt, hè? Nou, dat is vooral sinds ze speen weg is. Maar daarvoor ook wel, ja. Maar toen was het wel iets minder. Nu is het wel structureel elke avond. Ja, maar toen was het ook op een gegeven moment elke avond. Ja, dus ja, en die kleine slaapt natuurlijk heel slecht. En ik ben een hele slechte slaper van mezelf uit al. Dus als ik, ja, dan wordt het gewoon één grote puinhoop. Hij hoorde ook James, of niet? Ja. Ja, ik hoorde ook James. Nee, hij zal bij de voordeur staan. Ja. Dus voor onze eigen gezondheid kiezen we hiervoor. Ja. En de gezondheid is meer van, Meloes heeft geen last van Olivia. En ik heb geen last van Juliet. Al word ik daar de laatste paar avonden wel weer wakker van. Mm. Maar dat is niet erg. En ze huilt ook wat meer nu, s'nachts. Voorheen deed ze dat niet. Nee. Dus dat betekent dat Meloes eigenlijk alleen maar wakker wordt van, Juliet. Ja, dat is echt wel 2-3 keer per nacht minder wakker hoeven worden. Ja. Dan dat je bij mij in bed zou liggen. Ja, nou en als ik bij jou in bed zou liggen, dan zou Olivia daar dus niet bij kunnen. Ja. Dus dan zou Olivia ook weer meer huilen. En ik zou ook wakker worden van Juliet. Van Juliet. En ik van Olivia. En jij voelt je bezwaard als je borstvoeding gaat geven in bed. Dus dan zou je of uit bed moeten om borstvoeding te geven. Of je zou je minder bezwaard moeten voelen en gewoon moeten accepteren dat ik er wakker van word. Ja. Dus al met al, ja, weg van de minste weerstand is voor ons dit. Ja, dus ik slaap op zolder met Juliet. Ze slaapt dan naast mij op bed. Het bed staat helemaal tegen de muur aan. Ze ligt naast me op het matras. Dat raad ik niet aan, want het is niet de veiligste methode. Maar dat is puur hoe wij het doen. Want ze komt, zoals vannacht kwam ze 5 keer om borstvoeding. Ja, ik zie het gewoon niet zitten om 5 keer naar haar kamer te lopen. En haar bedje te halen. Dan ben ik veel wakkerder. En nu kan ik haar gewoon bij me nemen. En is het veel makkelijker. Dus ja, daarom doen we dat. Vinden we dat jammer? Ja. Hopen we dat we een keer samen weer slapen? Ja. Maar dat komt wel. Ja. Vind ik het nou het meest erge ter wereld? Nee, niet per se. Nee, ik ook niet. Nee, maar ook omdat we er wel bewust ook veel over praten. En we maken ook wel bewust wel tijd voor elkaar. Ja. Dus dat we, bijvoorbeeld Olivia, die begint wel altijd in haar eigen bed. Daar bewegen we echt hemel en aarde voor. Om dat haar wel aan te leren. Zodat we wel, Juliet slaapt nu ook vaak vanaf 7 uur. Dus dat is heel fijn. Dus dan hebben wij wel de avond samen. Ja, en dan totdat jij sowieso zou slapen. Dus in theorie, je mist letterlijk alleen het slapen samen. Ja, ja, klopt. En het wakker worden misschien. Ja, en het wakker worden inderdaad. Olivia wordt over het algemeen heel vrolijk wakker. Dus dat is leuker wakker worden dan... Dan met mij bedoel je? Ja. Ik heb helemaal niet zo'n ochtendhumeur, nee, toch? Helemaal. Nou, sinds de kinderen meer trouwens. Ja, wel meer. Ja, ik zit hier gewoon als een zombie en jij bent dan alles aan het regelen. Fun fact, yeah. Sven die maakt echt de ontbijt, mijn thee, mijn alles. En ik zit hier een beetje met die meiden als een zombie. Klopt, ja, dat is echt veranderd. Ja, meestal was ik de busybody, maar ik denk dat dat een teken van vermoeidheid wel is. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dus, maar goed, het werkt. Ja. Ik vind het super lief dat je dat voor me doet. Dat ook met alle liefde. Hoe houden jullie een relatie sterk? Echt tijd voor elkaar proberen te maken, denk ik. En communiceren als het bespreekbaar maken als een van de twee vindt dat het minder goed gaat. Ja, ik denk dat wij heel goed zijn in de ander meer gunnen dan jezelf. In de zin van rust en... Tijd voor jezelf. Tijd voor jezelf. Ja, en inderdaad, we gunnen elkaar echt de wereld. Ja. Want we praten daar ook wel veel over. Kijk, stel, Sven die is echt wel een keer... Ik weet niet eens meer waar je naartoe ging. Maar je bent wel eens een keer een nacht weg geweest, toch? Toen we er al twee hadden. 1 keer, ja. Ik weet niet meer waarheen. Ja, je moest toen een keer 2 dagen werken daar. Okay. En toen zei Sven van, ja, ik wil eigenlijk graag in een hotel. Maar dat doe ik niet, want dan heb jij het zwaar met de kids. En dan denk ik dus heel erg van, ja, ik vind het echt pittig met 2, zeker in de nacht. Nou ging die nacht best wel heel goed, dus dat ging prima. Maar ik vind het heel belangrijk dat we wel die ruimte hebben als we dat willen. Dus ondanks dat ik het pittig vind, support ik wel altijd dat jij dingen voor jezelf gaat doen. En andersom ook. Ja, je luistert alleen niet. Nee, ik heb daar gewoon minder behoefte aan. Maar zoals laatst ging ik ook gewoon sporten. En ik ga ook boksen 's avonds. Ja. En jij hebt ook een keer een hotelletje gepakt.
Wanneer heb ik een hotelletje gehad? Was dat voor je? Ja, dat was voor Juliet. Ja? Ja, ik geef borstvoeding. Hoe wil je dat doen? Met flesjes dan. Ja. Jeetje, hoe gaat de tijd snel? Ja. En ik denk dat we gewoon alles bespreekbaar maken. Ja, en inderdaad, gewoon aangeven als een van de twee het idee hebt van joh, het gaat niet de goede kant op. Ik heb het gevoel dat we langs elkaar leven, dan bespreken we dat. En dat is wel het voordeel dat we allebei ondernemers zijn, dat we dan gewoon een kruis in de agenda zetten en zeggen van joh, dan zijn we vrij. We gaan straks ook lekker even naar het terrasje. De meiden zijn op de opvang. Ja. Dus dan gaan we even 's middags lekker iets eten of drinken of zoiets. Ja. Ja, dus zo, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Oh ja, wat heeft je het meest verrast in het ouderschap? Ja. Waarom lach je? Ja, ik kan het enige wat ik kan bedenken is hoe makkelijk het daarvoor was. Ja, dat klinkt heel surf, maar het is echt shocking. Ja. Hoeveel tijd het in beslag neemt. Ja. Ja, maar ik hoorde dat ouders wel eens zeggen. En dan dacht ik wel eens toen ik nog geen kinderen had. Van oké, ik moet hier echt van genieten. Maar je kunt je dan niet indenken. Nee, je hebt er geen idee. Ik denk de enige manier hoe je een idee hebt is dat je een maand moet oppassen of zo. Ja. Maar Je hebt geen idee. Je hebt gewoon niemand kan je daarop voorbereiden. Maar voor Sven is dit nog een stukje heftiger. Voor de mensen die bekend zijn met human design, Sven is een manifester. En Sven heeft dus echt zijn vrijheid nodig. En als je iets niet hebt, tenminste, met hele jonge kinderen, dan is het vrijheid. Weet je, er moet gewoon op de een of andere manier, moet je je aanpassen aan je kinderen. Er zit echt niks anders op. Vrijheid is niet eens het goede woord, denk ik. Wat ik vooral af en toe nodig heb, is gewoon rust. Tijd alleen. Ja, niet iemand die aan me hangt. Maar daarom vind ik het nu met Olivia heel chill. Ja. Want als je daarmee naar Nienoord gaat, dan kun je gewoon 10 minuten je hoofd even uitzonen, zeg maar. Ja, dan hoef je alleen te kijken wat ze doet en ze speelt verder zelf wel. Ja. Maar, en wat ik het meest verrast ben qua ouderschap verder... wat ik soms wel verrassend vind, is het verschil tussen ouder zijn en opvoeden. Ja. Ik vind ouder zijn echt waanzinnig. Opvoeden vind ik soms wel lastig, omdat je ergens, heb ik wel heel veel begrip voor. Ja, maar ik denk dat tegelijkertijd ook opvoeden is. Juist dat je begrip toont. En het hoeft niet altijd streng. Nee. Maar jij dan? Ja, ik vind dat dus heel moeilijk. Wat heeft me het meest verrast? Ja, ik ben dus meer een positieve denker. Dus ik denk gelijk aan hoe intense liefde je voelt voor... Maar dat kon ik me ook wel weer voorstellen vooraf. Ja, weet je, wat ik wel heb, is als ik een knuffel van Olivia krijg, een echte knuffel, zeg maar, dat ze echt op je gaat hangen, dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ja. Ja. Dat is echt een gevoel wat je gewoon niet, tenminste ik niet kende verder. Nee. Nou, weet je, ik weet nog wel een heel concreet voorbeeld, wat me heel erg verraste vanochtend nog. Dat ik intens geluk haal uit de band tussen jou en Olivia. Want bijvoorbeeld vanochtend ging ik die meiden wegbrengen naar de opvang. En ik dacht dat jij weg zou zijn toen ik terugkwam. En jij gaf Olivia echt zo lief een kus. En ik draai dan altijd het raampje van Olivia naar beneden. En dan gaat ze zo zwaaien naar Sven. En ik was helemaal aan het genieten. Toen reed ik weg, toen dacht ik heb niet eens een kus gehad. Oh nee, klopt ja. Maar ik genoot zo van jullie... relatie, dat het helemaal oké was dat jij mij compleet vergat. Ja. Dus dat verrast me ook wel. Dat ik dat... Ja, dat is bijzonder. Ja. Wat ik in onze relatie is dat het soort van meer... Ja, vanzelfsprekend klinkt negatief. Maar ik bedoel het heel positief. Ja. Van ik ben minder bezorgd om onze relatie. Dat snap ik wel, ja. Het voelt gewoon heel veilig en vertrouwd. En Ja, dat. Heb je nog tijd voor jezelf? Heb je nog tijd voor jezelf? Weinig. Ja. Heel weinig.
Maar dat komt wel weer als je kinderen wat ouder worden. Als ze straks naar school gaan, dan komt het weer veel meer. En ik denk zelfs als jullie er 2 is, dan komt het al meer. Ja, zeker. Want tijd voor mezelf noem ik ook gewoon even op de bank zitten koffie drinken zonder dat je entertainment team bent. Ja. En dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar ja, tot aan nou, Olivia nu. Olivia nu kan zich echt wel 20 minuten gewoon volledig alleen vermaken. Ja. En dan kun je gewoon rustig je koffie drinken zonder dat je mee hoeft te spelen. Zonder dat je je gedwongen voelt daarin mee te gaan. Zeg. Ja. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, en tegelijkertijd is dat ook een keuze natuurlijk. Ja, kijk, er zijn heel veel ouders die überhaupt niet met hun kinderen spelen. Die gewoon vanaf jongs af aan hun kinderen al laten. Ja. Maar wij kiezen ervoor om echt mee te spelen. En Olivia had ook dat ook echt wel nodig. Ja, en anders kroopt ze gewoon op schoot. Ja. Ja. Olivia heeft wel eens dagen gewoon mij niet losgelaten. Ja. Maar echt gewoon niet losgelaten. Huh? Dat je denkt, ja, super lief en echt intens gelukkig, maar wel intens. Ja. Ja, dat snap ik. Dus, nee. Maar wij waken ook heel erg voor elkaar voor tijd voor zichzelf. Als ik het idee heb van Sven heeft tijd voor zichzelf nodig, dan zeg ik, joh, je gaat nu dat en dat doen. En ja. Andersom ook. Jij hebt mij gisteren echt ongeveer weggeschopt. Ja. En dat doe ik ook wel eens bij jou. Ja. Vaak 's avonds. Weet je, Sven vindt het heel lekker om 's avonds weg te gaan. Ja, ik vind gewoon sport is voor mij een uitlaatklep. En die heb ik gewoon nodig voor mijn gevoel. En dat is ook allemaal respectievelijk natuurlijk. Maar dat en Marloes die is daar heel lief in dat ik dat allemaal kan doen. Ja, maar andersom ook. Ja. En ik plan ook wel eens een dag vrij van werk als de meiden naar de opvang zijn. Ja, dat is het voordeel van ZZP'er zijn voor ons. En dat we niet een huis hebben gekocht dat ons budget opmaakt. Dat we gewoon de vrijheid hebben om af en toe een dag vrij te nemen. Ja, ja dat is wel. Dat heb ik volgens mij ook nog nooit verteld. Dat wij bewust een lagere hypotheek hebben. In de zin van, we hadden wel een groter huis kunnen kopen dan dit. Maar dan zou onze maandlasten ook hoger zijn. En dan zet je dus een financiële druk op jezelf. Zeker als ondernemer. En we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En we zijn zielsgelukkig in dit huis. Dus we hebben heel bewust gekozen voor kwaliteit van leven. Ja, voor kwaliteit van leven boven een groter huis. Ja. Ja. Liever 5 kinderen of geen? Geen? Nee, nooit niet. Ja, ik zou echt nooit 5 kinderen. Ik heb echt zoveel bewondering voor mensen die meer dan 3 kinderen hebben of 2. Ik snap het echt niet. Ik zou niet weten hoe je dat overleeft. Nee, ik ook niet. Zeker niet met onze. We zeiden gisteren of vanochtend zei je nog, we zijn best wel neuroten wij. Heel extreem. We maken echt ons overal druk om. Weet je, over alles is een ding. En andere ouders zijn misschien veel makkelijker daarin. Ik zie dat, ik heb ook een vriendin en ik maak me alleen maar druk om, heeft ze genoeg gegeten, heeft ze genoeg gedronken, moet ik nou 5 minuten eerder of 5 minuten later op bed, doe ik het wel goed? En zij kan allemaal denken, ach, weet je, het komt allemaal wel goed. En dat zo'n instelling moet je gewoon hebben als je meerdere kinderen hebt, denk ik. Ja. Dat je gewoon wat relaxter bent. Wij zijn echt te veel neuroot daarvoor. Maar toch, het idee om geen kinderen te hebben doet wel nu een beetje pijn aan mijn hart. Omdat ik nu wel weet wat voor band je hebt. Ja. Dus ik neig toch, 5. Ja, succes daarmee, dan moet je een andere man zoeken. het is voor mij niet eens. Het was ook niet een moeilijke vraag hoor. Nee, ik vind het een hele moeilijke vraag. Beantwoord dan even hieronder. Zou jij liever 5 kinderen hebben of liever geen kinderen? Ja, als ik dan jou hou, dan ga ik voor geen. Ja, dat is de enige manier waarop je mij houdt. Ja. Maar dat doet wel echt pijn. Ja, maar ik weet het leven niet. Is gewoon, als je bent zoals wij dat zijn, en nogmaals, dus geen goed of slecht, dan heb je gewoon geen leven meer. Dan is mijn stress echt door het dak. Ik wil kijken wat ik gisteren allemaal voor dat kleine muppetje heb gedaan. Dat slaat natuurlijk kant nog wel. Maar ja, mijn vrouw die zegt ik wil een tosti. Papa maakt een tosti. Mijn vrouw die zegt ik wil pannenkoeken. Papa maakt pannenkoeken.
En mevrouw heeft weer een luier. Nou, papa doet de luier. Ja, het is echt zo. Papa, wil je dit doen? Ja hoor, papa wil wel meespelen. Ja, dus dat slaat ook nergens op. Het is heel leuk, daar niet van. Maar dat kun je niet met 5 kinderen doen. Sven die loopt ook regelmatig met strikjes in zijn haren. Ja. Weet ik het allemaal. Ja, of met dokter of weet ik veel. Ja, bedenk het maar. Papa, ben jij ziek? Ja. Ja. Ja, dus... Nou ja, ik hoop op geen, denk geen, ik. Maar dus, ja, ik sta er niet helemaal achter. Ai, ai, ai. Hoe vonden jullie de overgang van 1 naar 2? Gaat dit ding na 30 minuten ook weer uit? Dat weet ik niet. Tot nu toe niet. Nou. Overgang van 1 naar 2. Paul, dat heb ik onderschat, hè? Ik dacht, ja, dat is meer van hetzelfde, dacht ik. Ja, dat zei jij de hele tijd. En ik probeerde al de hele tijd te zeggen van, nou... Maar het is op zich meer van hetzelfde, alleen keer 2, waardoor ik het vervelender vind om jou ermee op te zadelen. Ja, dat is het meer. Dat dus, je echt vaak allebei nodig bent thuis. Nou maar ja, in ieder geval het idee hebt dat je allebei nodig bent. Ja. Ik denk niet eens dat het zo is, want ik denk dat je het prima alleen ook redt. Maar alleen, vooral door de nachten, vooral doordat ze allebei slecht slapen. Ja, en ook is ze naar bed brengen is een ding. Ja, dat zou prima, dat red je prima ja, alleen. Misschien ook wel, ja. Maar ja, dat heeft wel voor mij, ik ben best wel een people pleaser wat dat dan gaat, heeft wel een bepaalde restrictie aan mijn leven gegeven. In de zin van, waar ik normaal dacht, oh, Olivia en Meloes hebben een leuke tijd, denk ik nu, oh, ik hoop dat Meloes het redt, zeg maar. En dat klinkt heel negatief, maar dat is meer ook, vanuit eigen perspectief dat ik het af en toe taai vind om die twee samen te hebben. Want ja, het is soms gewoon wel een ding. Als je Juliette in bed wil hebben en Olivia is opstandig, is dat best wel irritant af en toe. Ja. Om met de deur in huis te vallen. Ja. En eerder was het dan gewoon, nou ja, als je Olivia niet op bed wil, dan ga je gewoon lekker op bed liggen tot het in slaap valt. Weet je wel, zo. Dus op de een of andere manier... Het is wel meer van hetzelfde, maar doordat het 2 keer zoveel is, wordt het wel lastiger. Maar nu zoals Olivia nu ontwikkelt, is het weer veel relaxter. Ja, ja, het wordt ook echt met de maand relaxter, denk ik. Ja. Kan je ook die nacht even goed krijgen? Ja, maar dat is het echt voornamelijk de nachten, denk ik. Al kijk, als je goede slapers hebt, dan denk ik dat het veel makkelijker is. Maar ja, ja. Dat denk ik misschien. Ja, ik weet ook niet hoe het dan is. En... We redden het ook. Weet je, we overleven het nog steeds. We redden het al een half jaar. Dus ja. We komen er wel. Ja. Maar ja, de overgang van 1. Wat vond je heftiger? Van 0 naar 1 of van 1 naar 2? Ik van 0 naar 1. Van 0 naar 1. Dat was voor mij helemaal een reality check. En nogmaals, ik ben hier best raar in. Ik ben gewoon heel erg... En een soort van Einzelganger. Ja, maar ik vind het wel mooi dat dat er ook mag zijn. Ja. Weet je, met de wetenschap van nu, zou je dan nog steeds aan een 2 zijn begonnen? Zo, wat een confronterende vraag. Ja, sorry. Ja, meest eerlijke antwoord? Nee, denk ik niet. Nou ja? Nee. En, maar dan kijk jij ook vooral naar nu. Ja. Maar dan vergeet je dus even wat er komen gaat. Nou ja, jij zegt altijd van nou, dan ga je naar de en dan spelen ze met elkaar. Maar ik was dus laatst in Nienoord en speelden ze ook gewoon met iemand anders. Ja, dat is waar. Altijd wel met iemand mee te spelen. En ze kan heel goed alleen spelen. Ja, maar ik denk meer. Stel je. Het is wel gewoon nu bijvoorbeeld, hè, ik had wat gedoe met de gezondheid van mijn ouders. Ja, dan is het wel heel fijn om een zus te hebben. Ja. En ik heb een super goede band met mijn zus. Zolang als ik leef, mijn beste vriendin ooit. Dus ja, in dat opzicht gun ik het ze elkaar ook wel. Voor mezelf, hè, dat is heel egoïstisch gezien. Nee, dan zou ik het niet hebben gedaan. Voor hun, zeker. Maar dat is ook de reden dat we 2 kinderen hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ja, dat snap ik wel. Ik zou het altijd nog een keer doen. Ja, jij zou er ook 5 nemen in plaats van 1. Goed, volgende vraag. Wordt een lange video dit. Ja. Vind je 2 kinderen niet ontzettend druk? Ja, dat is heel druk. Dat hebben we volgens mij al genoeg benaderd. Ja. Ja, dat is gewoon druk, ja. Ja, dat is heel druk. Ja. Hoe gaan jullie om met driftbuien?
Ja, ik heb daar echt een visie in. Ik denk dat driftbuien... ik vergelijk het altijd van, ja, als ik boos word en iemand wordt daar boos over dat ik boos ben, ja, dat gooit alleen maar olie op het vuur. Oh. Dus ik vind het echt pointless om boos te worden over een driftbui. Ondanks, kijk, ik kan wel zien dat het onzin is, maar voor haar is het een serieus issue. Dus ik probeer altijd begrip te tonen voor wat zij voelt. Weet je, al is het iets heel doms, ik kan niet eens een voorbeeld noemen. Maar ja, ik begrijp dat je graag met je onderbroek op je hoofd naar school wil, maar dat gaan we toch niet doen. Nee, precies. Maar dat je wel aangeeft dat je begrijpt waarom het gaat. En ik had bijvoorbeeld in de supermarkt, ze wilde iets in de supermarkt, maar ze mocht het niet van mij. En toen kwam er een driftbui en toen heb ik gezegd, ja, ik snap dat je dat heel graag wil, maar we gaan het nu niet doen. En een andere keer mag je het wel weer. En toen ben ik op mijn hurken gaan zitten en toen heb ik mijn armen wijd gedaan, wil je een knuffel? En 9 van de 10 keer komt ze dan echt een knuffel geven. En dit verschilt natuurlijk ook echt per kind, hè. Voor iedereen zal het anders zijn, maar voor mij helpt liefde echt vaak. In Olivia's geval is het 9 van de 10 keer opgelost met een knuffel. Ja, maar dat, ja, nogmaals, dat zal echt per kind verschillen. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar af en toe moeite mee heb, zeker als het een beetje verwend gedrag is. Zo zie jij dat dan, als verwend gedrag. Ik geloof niet dat het verwend gedrag is. Nee, maar zo zie ik dat. Ja. En het is ook verwend gedrag, want ze krijgt niet iets wat ze wil. Dus ja, maar dat moet ze nog leren. Ja, maar dat, als daar, kijk, ja, je kunt dat inderdaad op jouw manier doen. Je kunt dat vanuit mijn standpunt zeggen, ja, eeuw, je moet je niet zo aanstellen. Ja. En daar komt het op neer. Want het gaat gewoon niet gebeuren. En ik snap dat dat olie op het vuur gooit. Dus heel vaak ben ik dan wel even kort af. En dan zeg ik, oké, lieverd, geef me gewoon een knuffel en dan komt het alweer goed. Ja. Ik ben wel, ik benoem het soms wel dat ik zeg van ja, dit is gewoon niet oké. Want als ik het echt onredelijk gedrag vind, dan vind ik ook dat ze het mag horen van ja, wat je nu doet is gewoon niet oké. Ja. Ik weet niet, een tijdje geleden was dat ook iets met jou, toen zei ik ook van ja, mama beweegt hemel en aarde voor je. Je kunt niet zo reageren, dat mag gewoon niet. Nee, jij doet het zo en ik benader het dan meer van, joh, ik begrijp best dat je dat jammer vindt en daar mag je best verdrietig om zijn. En vaak met daarmee vermindert het verdriet al. Ja, maar het gaat mij niet per se om het verminderen van het verdriet, het gaat mij meer om te zeggen van, joh, het is gewoon niet oké dat je dit eist van iemand op dat moment. Ja, precies. Ja. En dan verergert het soort van de driftbui wel, maar daarna geef ik ook gewoon wel weer een knuffel en dan is het ook alweer klaar. Maar bij Olivia, 9 van de 10 keer kun je eruit trekken met een knuffel. Ja. Ze heeft alleen één punt. Als zij een middagslaapje heeft gedaan en ze wordt wakker, dan begint ze te huilen. En dan is ze off de planeet en dat kan echt 20 minuten duren. Ja, ik ben zelfs gestopt met communiceren met haar. Ik zet haar gewoon bij mij op schoot en ik wacht gewoon totdat ze klaar is met huilen. Ja, dat doen we dan. Want dan is ze niet te bereiken. Alles wat je zegt of vraagt, dan wordt ze alleen maar agressiever. Ja. Ze is niet te bereiken. Dus dan het enige wat we dan doen is aanwezig zijn. Ja. Maar en ook gewoon, ja, zelfs als je er wil knuffelen, duwt ze je weg, gaat ze je slaan. En... Ja. Ja, dus maar dan probeer ik, dan kan Meloes ook heel rustig blijven. Ik raak dan soms ook wel eens geïrriteerd, dat ik denk, joh, ja. Ja, nee, ik heb dan, ik denk dan van, joh, wat kan ik het beste voor haar doen, is gewoon er zijn en zelf stevig staan en me niet van de lijst laten brengen. En vaak lukt dat, niet altijd. Mm. Nog 2 hebben we er. Vinden jullie elkaar veranderd? Positief en negatief? Vind je jezelf veranderd? Begin daar eens mee. Ja, ik vind mezelf zeker veranderd. Ik heb veel meer geduld gekregen. Ik ben minder een control freak. Wat ik heel negatief vind is dat ik echt een kluns ben geworden en heel vergeetachtig. Je bent niet een kluns geworden, het valt meer op. Ja. Je bent altijd een beetje onhandig geweest. Ja, dat. En ik vergeet echt alles. Veel, ja. Maar je bent ook heel positief veranderd. Voor jezelf. En voor anderen. Waar vind je dat het meest in? In je ontspanning, in je groei als mens zijn. In je kijk op de wereld. Dankjewel.
vind jou wel echt een heel mooi voorbeeld voor onze kinderen. Oh, dat is zo lief. Ja, zeker. En hoe vind je voor jou? Hoe ben jij veranderd? Ja, goede vraag. Ik vind dat ik heel erg kritisch op mezelf ben geworden. Omdat ik bezig ben met proberen te verbeteren. En ik weet niet of dat positief is, denk ik niet. Qua positiviteit heb ik wel het idee dat ik me ontwikkeld heb als vader zijn. In de zin van ik heb iets meer geduld en ik geef mijn grenzen wat beter aan. Qua negativiteit, ja, ik weet niet, ik heb gewoon energie over. Het is voor mij echt een overload aan emoties, gewoon. Maar dat komt deels ook hoe ik ben als mens. Als je gewoon, als je introvert bent en je bent gesteld op alleen zijn, dan is het best wel intens om altijd maar mensen om je heen te hebben. En het is heel moeilijk om daarin je grenzen aan te geven, omdat ik het heel fijn vind om bij Olivia en Marloes en Juliette te zijn. Maar daar zie ik wel echt, sinds dat Olivia geboren is, een soort van worsteling. Ja, maar het gaat wel steeds beter. Ja, die er daarvoor niet was, omdat het niet aan de orde was. Zeg maar toen had ik gewoon 3-4 dagen dat ik me zeker wist dat ik mocht doen wat ik zelf wilde. Zeg maar. Ja. Dus dat vind ik een beetje een negatieve switch. En de positieve switch, ja, weet je, ons leven is wel echt veel, veel verrijkter. Ik bedoel, het laatste dacht ik ook, het zijn van die kleine dingetjes waarvan ik denk, ja. Maar vooral, je lacht zoveel meer. Ja. Met kinderen. Ja. Elke dag lig je gewoon meerdere keren in een scheur. Ja, en het zijn gewoon die kleine dingen die heel leuk zijn, door het leek heen wandelen, weet je wel. Met je dochter aan je hand, ja, dat is de dingen die ze uitkraamt op dat moment. En ja, dat maakt het gewoon wel veel en veel leuker. Ja. Ja, ik vind jou echt, je bent zo'n leuke, lieve, grappige, zorgzame vader. En ja, echt, ik vind dat zo bijzonder om jou met die meiden te zien. En ik vind jou echt positiever wel, sinds ze er zijn. En rustiger. Ja. Ik vind jou heel, ja. Ja, ik geniet er echt van om jou te zien met ze. En dat, zeker de laatste tijd gaat het echt heel goed. Ja, maar ik weet het zelf ook al, ja. Ik ben gewoon echt geen babypapa. Nee, maar nu met Juliette gaat het ook wel goed. Ja, maar Juliette is niet echt meer een baby. Ze is 6 maanden. Ja, maar ja. Ze is een baby tot een jaar, dus ze is echt nog een baby. Ja. Nee, dat is waar. Nee, ja, het is gewoon. Ja, ik heb wel het idee dat we allebei wel echt veranderd zijn. Ja, en ik vind het echt vooral positief. Ja, ik zou niet weten. Ik zou niet. Ik heb niet. Bij Olivia was er wel. Hè, dan was jouw neurotische controlfreak was echt mega. Dat was echt een hele negatieve verandering. Ja. Maar die is nu helemaal weg. Die heb je echt. Nou, niet helemaal. Nee. Want ik wil nu nog steeds proberen dat Juliette beter slaapt. En ja, ja, ja. Maar dat iedereen dat zou willen, ja. Ja. Godzijdank, jongen. Dan hoor ik hem weer schreeuwen. Oké, laatste vraag. Hoe combineer je werk, sociaal en vrije tijd? Ja, niet. Nee. Ja, ja, ja. Ja, op zich wel. Kijk, wij hebben sowieso niet echt een heel flamboyant sociaal leven. Ook daarvoor niet. Maar nooit gehad ook, nee. Dus dat scheelt heel veel tijd. Maar nu is het nog wel minder, denk ik. Ik ga wel echt minder vaak nog naar vriendinnen. En, ja, maar kijk, in jouw geval is het echt een bewuste keuze. Ja. Want jij zou echt wel op een dag weg kunnen. Maar dat kies je gewoon voor om dat niet te doen. Ik heb sowieso niet echt een heel groot sociaal leven. Kijk, mijn sociaal leven speelt zich ook een beetje af aan op mijn werk. Dus als ik bijvoorbeeld een dag een golfdag heb, dan zijn er best vaak ook vrienden aanwezig. Dus ik combineer sociaal en werk vaak. En vrije tijd en sociaal. In de zin van, ik ga vaak sporten met vrienden of ik ga even motorrijden met vrienden. Dus ik combineer veel dingen wel. En dat is gewoon. Ja, en we zijn wel allebei minder gaan werken nog.
Ja. Voor tijdelijk. Ja. Dus ja, af en toe een dagje vrij nemen om wat te doen. Ja, maar ook, we maken ook echt wel kortere dagen. Ja. Ik werkte vroeger altijd van 7 tot 6, zeg maar. Ja. En nu van 9 tot 4 max, ja. Zoiets. Met pauzes tussendoor. Ja. Dus we werken echt wel minder ook. En ik denk ook dat het echt, weet je, mensen die het idee hebben van, joh, ze kunnen het allemaal naast elkaar, het kan niet. Tenminste, ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Dan moet je de kinderen echt 5 dagen naar de opvang sturen of zo. Of ondersteuning hebben vanuit familie. En kijk, dat hebben wij gewoon echt niet. Nee. Nee, wel mentaal, maar niet fysiek. Nee. Zeg maar. En dat is ook prima. Oké, maar tuurlijk mis je het wel eens. Ja. Dat je inderdaad, kijk, hoe vaak hoor je niet inderdaad van, ook ga even sporten en oma past even op. Of een vaste oppasdag zelfs. En ja, dat hebben we gewoon even niet. Een weekendje of logeren. Nee, dat is gewoon moeilijk hier. Ja. En dat is maar wij wonen ook verder weg en zo. Ja. Dus dat is allemaal verder niet erg. Maar ja, het is wat het is. Ja. Uiteindelijk klinkt heel cliché, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En dat zeg ik vaak ook met een sarcastische ondertoon. Maar het is oprecht zo. Ja. Ik bedoel, nogmaals, als Olivia mij in de armen sluit en vanochtend ook zegt, ik hou van je, spontaan. Want ik had het nog niet gezegd. Ja, en dan smelt je haar toch. En als Juliette weer je ondeugend aanlacht nadat ze de hele nacht heeft lopen blaren. Ja, dan is alles weer goed. Het is zo cliché, maar het is zo waar. Ja, dus uiteindelijk. Ja, we zijn heel gezegend. Zeker weten. En het is een fase. Ik denk oprecht, als we over 3 jaar of zelfs al over 1 jaar, dat het weer compleet anders is. Ja, voor mij is bij Olivia is echt nu een hele andere fase. Ja. Zeker, ja, je kan echt gewoon leuke dingen doen. Ja, en zeker als ze straks deels zinnelijk wordt en straks weet hoe ze zich moet aankleden. Weet je, je fysieke aandacht wordt gewoon minder. Ja, ze kan steeds meer zelf. Ja. Ja. Ze kan nu zelfs de handen wassen en de katten binnenlaten. En ik had ook een vraag, ik heb die er niet in gezet. Of Olivia al zinnelijk was, maar dat is ze dus nog niet. Ze wordt 3 en dat is voor een meisje vrij laat. Het enige wat ik er eigenlijk over wil zeggen is dat wij er niet de noodzaak zien om daar druk achter te zetten. We oefenen er wel mee. We gaan er vanuit dat het voor de 18e verjaardag wel gebeurt. Ja, dat ze op de 18e geen luier meer om hoeft. Daar gaan we in ieder geval voor. Ja. Nee, maar ik geloof daar niet zo in. Ik wil daar niet druk in achter zetten. Dus nee, ze is nog niet zinnelijk. Dus als je ook kinderen hebt die op hun 3e nog niet zinnelijk zijn. I feel you. It's okay. Tenminste, zo denk ik erover. 1 ding moet je niet doen. Uitrekenen hoeveel luiers je gebruikt. Nee, echt. Oh. Ja. Maar goed. Ja. Dus. Goed. Dankjewel weer voor het staren in deze video. Graag gedaan. Hopelijk hebben we wat vragen beantwoord en mensen herkenbaarheid gegeven. Ja, precies. Ja. Gerustgesteld of niet gedemotiveerd om misschien aan kinderen te beginnen. Of juist wel. Kijk, als je op de WIP zit en je weet het echt niet, dan moet je het misschien doen. Beide kanten zijn goed, ja. Ja. Ik ben echt van mening, sommige mensen nemen kinderen om een relatie te redden. Doe dat gewoon alsjeblieft niet. Nee, doe dat vooral niet. Nee. En als je het echt, als je echt meer twijfelt dan dat je het wil, doe dat ook gewoon niet. Nee. Dat klinkt heel hard. Ja, maar het is wel... Maar het is denk ik wel een antwoord die mensen moeten hebben. Want je kunt dit niet halfgebakken doen. Nee. Nee. Dat kan gewoon echt niet. Nou goed, dank jullie wel. Als jullie suggesties hebben voor thema's, video's, wat dan ook, laat weten hieronder. En, ik wist het wel. Ja, wat dan? Ik weet het echt niet. Oh, nou. Heb je meer blij gemaakt met een dode mus? Nou ja, er zijn zoveel dingen te bedenken. Ja, misschien een keer over geld of zo. Iets totaal anders. Oh ja, dat is een goed idee met mij. Grootste paniekzaai als het om geld gaat. Nou, als jullie daar meer over willen. Laat het weten. Tot in de volgende. Toedel. Doei doei.